Welkom bij deze tweelingen reading voor de maand december. Wat kan de vrouwelijke en de mannelijke tweelingziel van elkaar verwachten? Hoe staan de zaken ervoor? Wanneer komen ze naar elkaar? Wat voor werk moet er nog verricht worden? Dus wat is de stand van zaken van de tweelingenziel in december? Onderliggende kaart, daar beginnen we mee. Eerste mannelijke tweelingziel. Netjes rechtleggen. Dit is de bovenste rij, dat is de mannelijke tweelingziel. En hieronder hebben we de vrouwelijke tweelingziel voor de maand december. En dit is de uitslagkaart eind december. Wat ervaart de tweeling? De eerste gaan we beginnen met natuurlijk het begin. Onderliggende kaart. De aas van zwaarden. Er moet gesproken worden, moet gecommuniceerd worden. Pas als er communicatie is, dan kan er ook een eerlijke start komen tussen de twee. De mannelijke tweelingziel, wat ervaart je op dit moment? Koning van zwaarden, hij weet dat hij moet communiceren, dat hij openheid van zaken moet geven. En dat heeft hij nog niet gedaan, zo te zien. Hij is misschien wel in contact, maar hij heeft niet openheid van zaken gegeven. Want er kan nog geen actie ondernomen worden, want die zwaard is naar beneden gericht. Als hij naar boven gericht staat, dan gaat hij over tot actie en dan kan er tot actie over worden gegaan. Wat ervaart de vrouwelijke tweelingziel in december? De 10 van munten. Zij is goed bezig en ze is succesvol op het gebied van het financiële. Dus zij is bezig om zich financieel onafhankelijk te maken. Dat was haar doel ook. Ze vindt wel dat het wat langzaam gaat met dat schildpadje hier. En dat houdt haar ook bezig. Dat knaagt aan haar. Maar ze blijft positief met dat zonnetje hier. En uiteindelijk hoopt ze, als ze financieel sterk genoeg is, stabiel genoeg is, om dan richting de mannelijke tweelingziel te kunnen gaan. Hoe ziet hij haar? Wat zijn zijn gedachten en gevoelens? Situatie misschien waarin hij zich bevindt, kan van alles zijn. De schildknaap van bekers. Hij wil haar graag liefdevolle berichten sturen. Met de flirten. Hij voelt zich wat beter geaard, gegrond. Ik zie hier heel veel groen. Dat flirten en die berichten, dat doet hij een beetje nonchalant over als je dat kopje ziet. Hij durft haar niet recht in de ogen aan te kijken. Misschien een beetje verlegen. Wat is bij haar, wat haar gevoelens zijn, haar situatie waar ze zich in december in bevindt. De koningin van staven. Ze is in vuur en vlam, ze is gepassioneerd, ze voelt enorme aantrekkingskracht tussen haar en haar mannelijke tweelingziel.
En ze wil graag bij hem zijn en kan niet wachten. Heel erg vurig. De energie op het moment, op dit moment, of wat wil haar eventueel vertellen wat hij nog niet verteld heeft of waar hij nog de moed niet voor heeft gehad. De ridder van zwaarden. Dus daad bij woord voegen. Je ziet hier licht uit die, uit dat zwaard stralen. Dus hij moet zijn passie, hij moet openheid geven over wat hij voor haar voelt. Hij moet de wijsheid in zich hebben, naar zijn intuïtie luisteren, dat hij moet berichten gaan sturen waarin hij heel duidelijk is dat hij, wat hij om de geeft, wat hij voor de voelt. En je ziet, die zwaard is nu wel omhoog, dus daad bij woord voegen. Dus alles wat hij haar belooft, dat ook omzetten in daadkracht. Hoe ziet zij de communicatie? Ze weet dat hij de kracht en de macht bezit om en de kennis bezit hij ook om te weten wat hij moet doen. Ze weet ook dat hij de kracht en de macht heeft om hun samenkomst te manifesteren en daar vertrouwt ze op dat hij dat gaat doen. Wat is er nog niet gezegd? 9 van munten. Hij bewondert haar enorm omdat ze zo onafhankelijk is, dat ze zo keihard werkt om haar stabiliteit op orde te krijgen. Hij vindt haar een ontzettend mooie, aantrekkelijke vrouw. Ontzettende mooie uitstraling. Hij bewondert haar liefde voor dieren. En zij? Zij vindt dat hij, dit is ook wel de maagdkaart. Zij vindt dat hij zich terugtrekt, dat hij stil is. Zij hoopt dat als hij zich terugtrekt, dat hij dan genoeg wijsheid krijgt. Waarop hij dan kan gaan anticiperen, maar hij trekt zich op dit moment terug. Wat zijn de uitdagingen, de obstakels die hij nog moet verwijderen voordat ze samen kunnen komen? Hij heeft kracht nodig, dus ook de leeuwkaart. Kracht en moed om bepaalde dingen door te zetten, om het open te communiceren, om daad bij woord te voegen en dan uiteindelijk samen te kunnen komen. Wat is voor haar haar uitdaging om haar obstakel? 4 van bekers. Ze denkt na over het aanbod wat ze van het universum krijgt. Hoe ze, wat ze nog moet doen om zover te komen. Om de stap te zetten om die beker in ontvangst te kunnen nemen. Waar hoopt de mannelijke tweelingziel op tegen het einde van de maand? 7 van bekers. Hij moet nog een hoop dingen moet hij regelen, maar hij hoopt dat hij al die zaken dan tegen het einde van december geregeld heeft.
zodat hij met haar samen kan komen. En zij, ze weet dat ze een beslissing moet nemen met de twee van staven. En zij hoopt tegen het einde van de maand een beslissing te hebben genomen. En wat is dan de uitkomst tussen hen? De acht van zwaarden. Ze zijn nog altijd, zitten ze met angst. En door die angst laten ze zich alle twee overmannen. Daardoor zien ze niet hoe moeilijk ze het zichzelf maken om samen te komen. Dus er is nog een hoop werk aan de winkel. Aan de ene kant moet zij niet te veel wikken en wegen en gewoon die knoop doorhakken. En aan de andere kant moet hij die zaken die hij maar steeds vooruit schuift, die hij moet regelen, die moet hij eens gaan regelen. Want zij blijven daarin, zij verzanden daarin. En die nieuwe eerlijke open start die ze willen maken, wordt daardoor alleen maar op de lange baan geschoven. Dus vooralsnog een hoop werk aan de winkel voor deze twee, voor deze tweelingzielen. Ik hoop dat ze hier naar kijken en dat ze hier wat lering uit kunnen trekken en dat ze het misschien dat ze uiteindelijk die koe bij de horens gaan grijpen. Dat ze niet langer verzanden in angst. En zaken oppakken. Bedankt voor het kijken. Namaste.